Op de avond van 3 juni 2014 vonden bij de petrochemische fabriek van Schelmoerdijk twee zware explosies plaats, gevolgd door een grote brand. De explosies waren tot op 20 kilometer afstand te horen. Onderdelen van de geëxplodeerde installatie werden tot 800 meter weggeslingerd. Twee werknemers raakten gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar dit ongeval. Op het terrein in Moerdijk produceert Shell uit olie en gas diverse chemicaliën waaruit kunststofproducten worden gemaakt. Een van de installaties maakt met etheen en benzeen als grondstof styreenmonomeer en propyleenoxide. Hiervan worden onder meer piepschuim en halfproducten voor voeding, cosmetica en geneesmiddelen gemaakt. Dit onderdeel van de zogenaamde MSPO2-installatie was in mei stilgelegd voor een reguliere onderhoudsbeurt. Hierbij zijn de katalysatorpellets in de reactoren vervangen door een nieuw type. De katalysatorpellets versnellen onder invloed van warmte de reactie tussen de vloeistoffen en gassen die in de reactor worden samengebracht. Belangrijk is dat de vloeistof gelijkmatig over de pellets wordt verdeeld om de door de reactie opgewekte warmte uit de reactor te kunnen afvoeren. Onder de beide reactoren bevinden zich scheiders van vloeistoffen en gassen. Overtollige gassen worden hier afgevoerd naar een afvakkelinstallatie. Om kwart over acht op de avond van 3 juni begint Operations met het circuleren van ethylbenzeen en stikstof door de unit met als doel deze weer op te starten. Toen de ethylbenzeenstroom gedurende circa drie kwartier stabiel was, besloot de panel operator om 20.56 uur te starten met het opwarmen van de unit. Vanaf dat moment ontstaat er een wisselend niveau van ethylbenzeen in de scheidingsvaten en van de ethylbenzeenstroom richting de tweede reactor. Vanaf 9 uur zien de operators dat de temperatuur in de unit te langzaam oploopt. Om half 10 grijpen ze in door de ethylbenzeen sneller te verwarmen. De temperatuur neemt daarna dusdanig snel toe dat de opwarmsnelheid hoger uitkomt dan bedoeld. Uit ervaring met eerdere onderhoudstops wisten de operators dat zowel de temperatuur als de vloeistofniveaus in de unit aanvankelijk kunnen fluctueren. Ze grijpen daarom niet in. De onderzoeksraad komt op dit punt tot de volgende conclusies. Onregelmatigheden in de opstartfase werden door Shell als normaal gezien. In de loop van 35 jaar zijn wijzigingen in installaties en processen doorgevoerd die door Shell niet op risico's zijn getoetst. Dit is door Shell en de toezichthouders niet opgemerkt. Ook was er informatie verloren gegaan tussen het ontwerp en het gebruik van de installatie. Hierdoor ontstonden risico's die Shell niet beheerste en waar de operators door Shell niet op waren voorbereid. Om 16 over 10 is het vloeistofniveau in het scheidingsvat van de tweede reactor zo hoog geworden dat de afsluiter die vloeistoffen naar de afvakkelinstallatie moet tegenhouden sluit. Door de vloeistoftoevoer naar de tweede reactor bij te regelen, daalt het niveau weer, maar operations heeft de afsluiter niet meer geopend. Hierdoor neemt de druk langzaam toe. Om 12 voor 11 zien de operators dat de druk in het afgassysteem te hoog is. Ongemerkt is ook de temperatuur opgelopen. Door de verhoogde druk stroomt er te weinig vloeistof in de reactor en ontstaan onbedoelde reacties tussen de ethylbenzeen en de katalysatorpellets. De warmte die daarbij vrijkomt kan niet voldoende worden afgevoerd. Er ontstaan hotspots waarin de temperatuur snel ongecontroleerd oploopt, wat de reactie verder aanjaagt en ook leidt tot extra gasvorming en druk. Dit escalerend proces, een zogenaamde runaway, verloopt heel snel. Zo snel dat de resulterende overdruk niet kan worden afgevoerd via de aanwezige drukontlastingskleppen. De druk in reactor 2 loopt hierbij binnen 2 minuten op tot 180 bar, ruim 25 keer de normale druk tijdens een opstart. Door de overdruk barst deze kort hierop met een explosie uit elkaar. Na 20 seconden volgt een tweede explosie als het scheidingsvat van de eerste reactor het begeeft. De vrijkomende ethylbenzeen veroorzaakt een hevige brand in de MSPO2-installatie. Twee medewerkers van aannemers worden geraakt door rondvliegende brandende katalysatorpellets en lopen tweede graads brandwonden op. De onderzoeksraad concludeert. Shell Nederland beschouwde ethylbenzeen in de opwarmfase ten onrechte als een veilige stof. De reactie van ethylbenzeen met de katalysatorpellets bleef daardoor buiten beeld. Hoewel bij de opwarming van de reactoren kritische procesgrenzen werden overschreden, besloten de operators ten onrechte het opstartproces voort te zetten. Van eerdere vergelijkbare incidenten en signalen in de eigen organisatie heeft Shell onvoldoende geleerd. De onderzoeksraad beveelt Shell Nederland aan: zorg ervoor dat alle medewerkers van Shell Nederland continu alert zijn op de veiligheidsrisico's die volgen uit wijzigingen aan installaties, in processen en in procedures. Evalueer hoe risicoanalyses uitgevoerd worden en voer wijzigingen hierin door. Organiseer dat proceskennis en lessen uit incidenten of bijna incidenten bekend zijn bij medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van de veiligheidsrisico's. Zorg dat onderzoek naar incidenten ook inzicht geeft in achterliggende oorzaken.